Misschien even wel doorrijden hier. Maar dat is eigenlijk te moeilijk. Jij ook. Wil jij nog wat zeggen en tegen de kijkers? Jullie dank voor die bloemen. Dat zegt mijn collega altijd. Ja. Van de soos, leuk, gezellig. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag 23 maart 2022. Ja, het is nu bijna 11:15 in de middag. En ik loop inderdaad met de hondjes. Maar zie je. Kijk, en heb ik het daar nog een. Ja, dus lekker buiten. Heerlijk. Maar ja, ik heb een beetje spanning, maar ja, omdat ik dus zometeen moet rijden. En dat is het proefexamen. Maar oké, komt wel goed. Wij wensen jullie sowieso vandaag weer onwijs heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, het is nog minder dan een uur en dan zit ik alweer voor het stuur. Ja, nog minder dan een uur en ik zit weer achter het stuur, voor het stuur. Het is maar net wat je wil zeggen. Maar het is dus nu 2:30 geweest en om 14:20 zit ik in de auto. Ja. Ja, wat ik dus al in de intro zei, de spanning loopt behoorlijk op om, bij mij. En dat merk ik gewoon aan mijn hele lichaam, want vanochtend werd ik echt als zo ziek als een hond wakker en continu... naar de wc, gewoon echt aan de diarree. Gewoon echt het, nou ja. Ik zal de details maar even besparen. Maar ja. Ik heb eventjes net worteltjes gegeten. Lekker groentjes. Dat gaat goed in. Ja. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Want dit is namelijk wel en wel een proefexamen, zeg maar. En Lovely die vindt het leuk om te gaan piepen, zeg maar. Is ook leuk. Ja, vindt ze heel leuk. Hé, Lovely? Ja. En je vindt het ook leuk om te gaan zwemmen? Ja. Echt wel. Ja, echt wel. Dus ja. En misschien eventueel dat Ro eventjes naar de dierenvoedselbank kan. Rijden, joh. Tussen 2 en 4. Want ja, ik moet tot 4 uur rijden. Dus ja, is dat al sowieso... ja, dat en dat kan ik dus niet doen. En anders gaan we lekker morgen samen. Ook goed. Je moet je maar even kijken. Maar ik hoop wel dat Ro zometeen er al is voordat ik moet gaan rijden. En niet en dat hij nog eraan komt lopen als ik net in ga stappen. Ja, En ik zou het ook leuk vinden als Ro ook gewoon even filmt. Als hij gewoon misschien hier op het balkon gaat staan. Eventjes en met zijn eigen telefoon gaat filmen. En dan gewoon even kijken. Vind ik leuk. Dus ja. We gaan het meemaken. We gaan het zien. Dus gaan jullie meeduimen? Jawel hè. Dat dacht ik ook. En daar hebben we Ro. Hey, hoe toevallig. Ik ga even lekker op het balkon staan. Even nog een beetje frisse lucht. Ja, lekker. Ja. Ik zit en te prakken denken. Ik denk dat ik mijn blouse even ga aandoen. Ja, mijn blouse en mijn lange shirt. Dat ik die even ook aan ga doen. Dat is wel even lekker fijn, want het is nou wel frisjes weer aan het worden. Ik heb alleen dit aan nu. Dus ja, ik ga dat wel even doen. Dat is handiger. Ja. Ja. Zo, daar zijn we dan. Op akkoorden, jongen. Hi, schat. Hi. Ro is nog een beetje moedjes. Nou, dat snap ik. En ik sta te wachten op mijn rijlesauto. Ja. En ik weet niet van welke kant hij afkomt. Nee, of hij komt van deze kant af.
hier gewoon vanuit de straat. Of hij komt daar vandaan, ik weet het niet. Dat gaan we zelf wel zien. En Ro die gaat zo meteen ook filmen als ik dus weg ga rijden. Ja. Dus wat leuk zo meteen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ik het vandaag ga afbrengen. En met mijn proefexamen rijden. Proefrijexamen. Nee. Ja, ik ben benieuwd. En wat is er dan te miepen? Miep, miep, miep. Wat is er allemaal te miepen hier? Wat is er te miepen dan? Eerst even lekker alles instellen. Helemaal goed. Stoel goed, gordel goed, spiegels goed, stuur goed. Kijken, helemaal goed. Hier even wil doorrijden hier. Maar dat is eigenlijk te moeilijk. Jij ook. Daar gaat ze. Echt door. Oké, dat is nieuw. Helemaal goed. Zo, ja, ik ben weer thuis. Helemaal top. Geweldig. Toppie, toppie, toppie. Heerlijk. Ik ben gewoon weer thuis. Lekker. I can show you what love is supposed to
to be. I can show you what love's supposed to feel like. I can show you, yeah. Just like you. And nobody here knows. I hear you calling out. I hear you calling out for love.
En toen had ik mijn haar nog steeds lekker los. Helemaal top. Hi. En een karretjes? Hm? En een karretjes? Ja, en een karretjes. Oeh, karretjes. Dat is leuk. Dat is leuk, karretjes hebben. Nee, niet de goede. Nee, en niet de goede inderdaad, nee. Heb je pech? Boven even kijken. Ga jij maar even boven kijken. Ga jij maar even boven kijken, is helemaal goud. Ja. Dat dacht ik ook al, ja. Ja, ik ga even kijken of het leuk is. Even met je oppesten. Even kijken of nog mijn vriendje er is. Mijn andere vriendje vind ik leuk. Ja. Zo, schat. En zit er spanning bij jou? Een klein beetje. Voor wat? Nou, hier. Een tas. Ja, dat klopt. En met inhoud. Ja, ook dat. Een ding erin. Ja. Groen en wit. Ja, business. Een offerte. Oeh, spannend. Dit is iets wat ik al jaren wilde hebben. Ja. En nu kan ik vanavond gaan het helemaal voor jou regelen. Mooi. Ga jij eventjes naar het ziekenhuis? Ontspannen. Ik ga even alvast kijken of ze wat hebben en zo niet. En dan. Ja, dank je. Nou, ik ga dus daar naartoe. Ja. Helemaal leuk, helemaal top. Ja. Hoe dan? Nou zo, hoe dan? Ja, dat. Top. Ik ga lekker naar binnen. Hebben we weer in de bak. Eens even kijken wat we in de bak hebben. Nou, niet echt iets lekkers wat ik lekker vind. Nee. Dat is een beetje jammer. Maar dat geeft niet. Dan slaan we die over. Ha, lekkere en goedkope boodschappen doen. Ja. Wat zit hier nog in? Nou. Weinig. Heel weinig. Nou, de brood is nog niet omhoog gegaan, zie ik. Maar deze wel. Al 2 euro. Die was eerst goedkoper. Dus die is al met een euro omhoog gegaan. Deze brood is al met een euro omhoog gegaan. Het was van de week nog 1,09 euro. En die was ook nog iets goedkoper. Die was ook iets van 80 cent.
Wil jij nog wat zeggen en tegen de kijkers? Jullie dank voor die bloemen. Dat zegt mijn collega altijd. Ja. Van de Soos, leuk, gezellig. Dus even nu even proberen onderzeil te gaan. Slapen. En vanavond weer aantreden. Tot morgenochtend toch. Is leuk. Gezellig. Van de Soos. Gezellig. Niet alleen. Nee, niet. En nog met twee anderen, minimaal. Mooi. Nee. Leuk. Jij gaat lekker naar huis? Ja, dat ook. Kom, er komt een auto aan. Van die kant. En het liedje, van die kant. Ja. Allebei. Doei schat. Ik bel jou weer wakker straks. Mooi. Doei. En toen liep ik lekker met de hondjes. Ja. Lof die loopt lekker daar. Mijn drie schatjes hè. Ga je zus lekker even afslachten dan. Doe je best. Leed rustig. Dank je. Yo, daar ben ik weer. Ja, gezellig. Met jullie. Maar ik ga deze vlog lekker afsluiten, jongens. Want ik ben moe. Het is al kwart voor drie, midden in de nacht. Ja, kwart voor drie. Maar dat maakt niet uit. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond jij deze vlog nou top? Ik zou zeggen, abonneer even. Doe het belletje gelijk aan, want dan blijf je op de hoogte. Want ik denk niet dat je wat wil missen. Doe het duimpje hier even omhoog en laat even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao!